Wat wij hoorden Henk van der Heijden, nou die eigenlijk al onbekend natuurlijk in Omen, die kreeg het blauwe hart. Maar wat is nou het blauwe hart? Ja, en nou het blauwe hart zegt het eigenlijk al. dat is dat je eigenlijk ja, echt hart voor de zaak hebt. Dus Henk die is genomineerd door, de, door medewerkers van het team, door collega's. Dus voor mij die zeggen van nou wij vinden echt dat Henk uh, zoveel hart voor de zaak heeft, dat hij wel daarin is gewaardeerd, mag worden vanuit de gele organisatie. Dus wij waarderen Henk enorm. We zijn uh, echt heel blij met Henk. Henk is, uh, ja, een fan, die kun je overal voor inzetten. Je, je vraagt hem wat en uh, Noord is hem te veel. En nu hebben dus ook de medewerkers van het team gezegd van uh, nou, er is een prijs beschikbaar in Oost-Nederland. Daar kunnen we iemand voor nomineren. En dat uh, hebben ze bij Henk gedaan. Dus we hebben echte collega's zelf hebben aangegeven van wij vinden dat Henk zo'n hart voor de zaak heeft. Zo'n uh, zo toffe goede collega. Dus die gaan we nomineren. Dus uiteindelijk uh, is hij vanuit. Heel Oost-Nederland is hij gekozen als, uh, als collega met het uh, meest blauwe hart. Zijn we uh, als team zijn we daar heel trots op. Yeah. Ik kon er zelf helaas niet bij zijn die dag. vond ik wel echt heel jammer. Maar uh, er was een groot deel van het team uh, van Om en er aanwezig. En die hebben Henk dus uh, mooi, uh, uh, ja, mooi gesteund daar. En uh, ja, dat is mooi. Henk van der Heijden, wijkagent in Ommer. En uh, jij kwam in januari op een bijeenkomst van de complete politie Oost... Klopt. En je werd verrast met het Blauwe Hart. Ja. Een hele eer, denk ik. Zeg dat wel. Hoe is dat zo gekomen? Ja, hoe is dat gekomen? Dat is gekomen door, door collega's zeg maar, die mij daarvoor opgegeven hebben. Aan het eind van de. Dit was de derde keer dat het Blauwe Hart in de eenheid Oost werd uitgereikt. En dan kunnen aan het eind van het jaar worden collega's opgeroepen om andere, een, een andere collega te nomineren. En binnen ons team hebben dus een aantal collega's hebben mij genomineerd. En die hebben allemaal lovende zaken en lovende dingen over mij uitgesproken en op papier gezet. En uiteindelijk is, is toen besloten met rond de kerst dat ik voor District IJsseland de genomineerde was, dus de eerste. En De bedoeling was dan op 12 januari dit jaar bij de nieuwjaarsbijeenkomst in Apeldoorn, van de hele eenheid Oost. En er zijn vijf districten. En er zouden vijf mensen dus genomineerd worden. worden. Uh, achteraf bleek er geen vijf te zijn, maar tien. Dus de, 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 het werd nog groter. Nou ja, goed. En dat is dus op 12 uh, januari is dat gebeurd. En toen werd er een derde prijs, een, een tweede prijs. En Henk van der Heijden werd als eerste uitgekozen. Dus fantastisch. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik was compleet verrast. Gefeliciteerd natuurlijk. En, uh, maar wat houdt dat nou in, zo'n blauwhart? Het blauwe hart houdt in dat uh, je, je betrouwbaar bent, integer bent, uh, de organisatie goed in de organisatie ligt, goed je werk doet. Uh, ook burgergerichtheid is heel belangrijk. Ik denk dat het bij mij ook heel erg een rol heeft gespeeld. Dat ik dus gewoon heel graag uh, uh, wanneer ik dus uh, ergens naartoe ga of ergens uh, aangifte opneem, dat ik altijd mensen terugbel of terugkoppel. En dat, uh, dat spreekt mensen heel erg aan. Nou, een blauw hart krijg je niet zomaar. Een blauw hart heb je. Zit je al lang bij de politie? Ik zit vanaf februari 1982 bij de politie. Dus dat is al een hele poos. Daarvoor was ik concierge op de MAVO, de gemeentelijke MAVO. Maar op een gegeven moment ging het leerlingenaantal zo onderuit dat de concierge mocht niet meer, kon er niet meer wezen. Die moest, die moest daar weg. Dus ik uh, zat toen eigenlijk met handen in het haar van, wat moet ik doen? Rond die tijd hoor ik dat er uh, op het politiebureau in Ommen, uh, dat was toen nog Rijkspolitie, daar werd, een, uh, daar werd iemand gevraagd op de administratie. En een buurman van mij die werkte bij de politie, en die zegt, is dat niet wat voor jou? Ja goed, ik, had, ik, had, ik zat bijna zonder werk, dus ik denk, ja natuurlijk wil ik dat doen. Dus toen ben ik in februari 82 ben ik bij de Rijkspolitie in Ommen begonnen, als uh, administrateur, of schrijver A, zoals ze dat noemden. Ja. Dus dat is nu, 35 jaar ondertussen? Klopt. En je heb je natuurlijk, want van administrateur word je niet zomaar agent denk ik. Nee. Nee, dat klopt. Ik, ben, uh, ik heb dus een aantal jaren in de administratie gedaan. En uh, voor, voor, voor sommige kijkers is dat misschien wel leuk. Ik ben begonnen bij meneer De Vretes. Uh, een, een heleboel mensen kennen meneer De Vretes nog wel. Daar heb ik dus uh, eerst bij gewerkt. En later, uh, toen ging meneer De Vretes met pensioen. Is er iemand anders gekomen? Ik heb tot aan de reorganisatie zo'n beetje. Dat was in 1994. Dus tot, van 1982 tot 1994. Tot de reorganisatie naar de regiopolitie. Heb ik dus administratief werk gedaan. En daarna kwam er uh, een, een functie vrij dat wij uh, ook aan de balie mochten gaan zetten om dus uh, aangiftes op te nemen en omdat ik ja het werk van conciërge in één keer weer naar binnen vond ik eigenlijk toch niet leuk ik ging veel liever met mensen om en toen heb ik omgeving gesolliciteerd op die functie en dan moest je dan een, uh, wel een uh, opsporingsbevoegdheid krijgen een boa noemen ze dat tegenwoordig en ik heb die opleiding gedaan en toen ben ik aan de balie gekomen dan heb ik een aantal jaren gezeten en toen heb ik middels interne cursussen heb ik gewoon een, een opleiding gevolgd als surveillant. En zodoende ben ik gewoon van de balie op straat gekomen. En daar heb ik dus een aantal jaren gedaan. En toen ben ik met Jan Voortman, hebben we samen hier om een. Heb ik Jan Voortman geholpen met de wijkzorg. En die heeft me eigenlijk, uh, dat is mijn grote leermeester, die heeft me het vak in, in, in de finesses geleerd. En Henk, hoe lang blijf je nog? <laughs> hoe lang blijf je nog? Nou, ik word, uh, volgende maand word ik 61. Uh, ik, ik moet nog wel een paar jaar door, maar ik doe het nog met veel plezier. Uh, ik heb wel, ik ben in november uh, of in december 2015 geopereerd aan mijn hart. En Nadat ik er weer was, en dat heeft allemaal al zeker een ruim een half jaar geduurd, euh, hebben we toch besloten om euh, toen geen nachtdiensten meer te draaien. Ik draaide namelijk nog gewoon volledig de nachtdiensten in de weekenden. En dat vond ik hartstikke leuk. En ik vond ook wel jammer dat ik ermee moest stoppen. Maar vanwege mijn gezondheid was het beter om, om, om daarmee te stoppen. In overleg met, uh, met, ook met de teamleiding. Dus dat doe ik niet meer. Uh, ik heb een stapje terug gedaan wat betreft de, de wijkzorg. Jan Voortman heeft nu een andere collega erbij. Dat is... Uh, dat is Sander van Eerde, dat is een jonge collega die het vaak ook van Jan over gaat nemen. Dus ik heb mij ietsjes teruggetrokken. Ik zit nu meer binnen aan de balie, maar ik ga ook nog rustig nog wel links en rechts naar buiten toe als het nodig is. Dus wat dat betreft. En dat doe ik nog een paar jaar en dan is het, dan is het klaar, denk ik. Dank je wel. Ja, graag gedaan.